chefsfriends.nl. Ja, we staan hier weer net iets buiten het centrum, achter het nieuwe gemeentehuis. En dit is een locatie zoals je ziet die ze hier nu aan het bouwen zijn. En wij komen op de onderste verdieping en daarboven komen appartementen. Ja, Weert, een stad, 50.000 inwoners, middelgrote gemeente. Dit gedeelte waar we nu staan, dat is eigenlijk een gedeelte wat ze opnieuw willen gaan invullen. En dat ze wil eigenlijk een loop komen van het station hier door de stadshuispassage via het Rafaelpad naar het centrum toe. Dus het is een nieuw te ontwikkelen stuk. Het is een rond restaurant zoals je ziet. Aan de buitenkant allemaal glas, dus heel veel lichtval komt er binnen. En hiervoor kunnen we een mooi terras maken. Ons huidige huurcontract waar we nu zitten liep af en dan ga je keuzes maken van blijf je daar zitten of ga je ergens anders naartoe. En wij wouden nog één keer iets nieuws en iets anders neerzetten. Vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om hier naartoe te gaan. Nou, het wordt een heel ander restaurant als wat we nu hebben. Qua inrichting, het zal moderner worden. Modern past natuurlijk bij het pand, bij het gebouw. En we willen een zaak neerzetten van internationale allure die ook in Maastricht, Amsterdam, New York kan liggen. Qua kleur, daar zijn we nog mee bezig. We zitten groen-blauw-achtig, wel een heel aparte kleur. En we willen heel veel met natuurproducten gaan werken. Kurk, oesterschelpen, dat soort dingen. Ja, we zijn nu druk bezig met het interieur en met gas, water, licht, afzuiging, plafonds. En daar zijn we al, keuken natuurlijk, daar zijn we al redelijk ver mee. We hebben al heel veel offertes opgevraagd en het zal hier half mei worden opgeleverd. Het Casco-pand, en dan hebben wij de tijd om het dan van half mei tot met eind november tot een restaurant te bouwen. Ja, dat is redelijk ruim, maar we kunnen in ons huidige pand kunnen we tot eind december blijven, maar we willen eigenlijk de decembermaand willen we hier draaien. Dus het is hartstikke spannend en dat is denk ik is niet iets wat je op een dag beslist. En dat was misschien ook wel een van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven, maar we zijn blij dat we het gedaan hebben. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.